het leek me leuk om eens even op te gaan nemen en te laten zien waar ik het geld van donateurs aan uitgeef. En hoe ik opneem, wat mijn setup is, wat voor apparatuur ik gebruik. Ook omdat wat mensen me afgelopen maanden gemaild of berichten gestuurd hebben van hey, wat gebruik jij? Ik ben zelf ook, wil ook graag een podcast starten. En dit helpt misschien wat mensen die zich gaan afvragen en wat ze moeten doen en wat ze kunnen doen. En wat er allemaal is en hoe je dingen kan gebruiken. Laten we bij het begin beginnen. Waar ben ik mee begonnen? Ik ben begonnen met dit heel simpele microfoontje. Een Marantz Podpak 1. Iets van 50 à 70 euro heb je een set van 2. Je krijgt een armpje bij, zodat je het kan vastzetten aan je bureau. Het is een USB microfoon, dus je stopt hem gewoon in je laptop en je bent gewoon klaar om te gaan. Levert prima geluid. Probleem is alleen dat hij heel gevoelig is, in de zin dat hij heel veel omgevingsgeluid opneemt. En dat kan heel prima zijn in een studio of iets dergelijks, of als je ruimte volledig daarop ingesteld is. Maar dat is bij mij niet het geval. En ook omdat ik heel veel op locatie opneem, verandert de ruimte ook gewoon constant. Wat er dan gebeurt, is dat, stel je voor, we hebben 2 microfoons. Er is jouw microfoon en dit is mijn microfoon. En ik ben aan het praten, dan neemt jouw microfoon ook mijn geluid op. En dat zorgt ervoor dat in het uiteindelijke resultaat, omdat je 2 geluidssporen hebt, dat je echo hoort. En dat klinkt heel vervelend. Niks wat je niet kan oplossen door editwerk. Je kan gewoon in het editen kun je van alles aanpassen. En minuut per minuut geluid zachter of hoger zetten. Dus je kan het probleem oplossen. Maar het vereist heel veel handwerk. En dat is gewoon tijd die ik niet wil besteden aan zulke handelingen. Het enige wat ik dan eigenlijk aan het doen ben is, omdat ik de verkeerde apparatuur gebruik, tijd aan het besteden om dat recht te zetten. Dus geen goede oplossing, kost me veel te veel tijd. En het is gewoon een instapmodel. Tweede microfoon die ik gekocht heb, was deze, de MXL. Het is een heel sexy microfoon, in de zin dat hij er gewoon heel goed uitziet, heel goed klinkt, heel mooi verpakt is. Kijk, dat is toch mooi. Levert echt topgeluid op. Probleem is echter, dit is gewoon een studiomicrofoon, dus hij is gewoon heel gevoelig. Hetzelfde probleem ontstaat als bij die Marantz Podpak. Wat heel jammer is, want degene die mij dit verkocht verzekerde me dat dat niet het geval zou zijn. En je hebt ook wel veel meer mogelijkheden met deze, waardoor het minder erg is. Maar het vereist nog steeds handwerk. Tijd die ik gewoon niet die ik wel te besteden heb, maar die ik niet wil besteden hieraan. Liever aan een nieuwe podcast opnemen. Want soms ben ik gewoon een heel podcastlengte bezig met editen. Geen goede oplossing uiteindelijk. Supergoed geluid. En omdat ik het in de coronatijd het meeste gebruikt heb, is het minder vaak voorgekomen dat het een probleem was, omdat ik heel veel online opnam. En dan is dat probleem sowieso niet gaande. Maar nu is dat probleem opgelost, want ik heb deze geweldige microfoon. De Rode Procaster. Het is gemaakt voor een podcast. Het is geen dynamisch microfoon. Ik weet trouwens niet of dat de juiste stem is, maar het is in ieder geval een microfoon die niet heel veel omgevingsgeluid opneemt. En je moet heel dicht bij de microfoon zitten om je geluid goed op te laten pakken. Als ik bijvoorbeeld hier al ga zitten, is die al veel zachter. Als ik naar achter ga praten, is die gewoon nog veel zachter. Trouwens, volgens mij deze keer niet. Maar in ieder geval, hij neemt veel van de voorkant op. Bijvoorbeeld die MXL, als ik aan de andere kant van de kamer ga zitten, kun je me nog gewoon prima horen. Dus dit is heel goed. Omdat ik in veel verschillende ruimtes ben, dan moet ik gewoon dicht bij de gast zitten. Neemt vooral het geluid van die gast op. En ik heb eigenlijk geen handwerk meer
hoef ik meer te verrichten nadat het opgenomen is. Super top. Bespaart mij heel veel tijd en heel veel moeite. Waardoor ik dus ook meer tijd heb voor meer podcasts. En opdrachten en projecten die wel de huur betalen natuurlijk. deze microfoons, deze en die vorige, zijn XLR microfoons. Die kunnen dus niet direct je laptop in. Die moet je aansluiten via zo'n apparaat. Dit is een Focusrite audio interface. En daar sluit ik de speciale kabel, de XLR kabel, op aan. En het apparaatje gaat via een USB ingang naar de laptop. En maakt daar iets van waar de laptop mee kan werken. Super fijn ding, levert goede audio kwaliteit. Is ook heel fijn om muziek mee te luisteren, want dan is het veel betere kwaliteit. Je kan hem ook veel harder zetten. 2 ingangen. En op een duur wil ik er ook eentje halen met 4 ingangen, zodat ik met gasten bijvoorbeeld een discussie kan voeren. Tussen 2 gasten bijvoorbeeld. Daar is denk ik ook wel steeds meer tijd voor aan het worden voor bepaalde onderwerpen. Dus dat is de audio. Ik heb nu eindelijk een microfoon die goede kwaliteit levert. Goede geluid, goed geluid. En die niet zorgt voor echo. En waardoor ik dus uiteindelijk veel minder werk hoef te verrichten om een goed klinkende podcast te leveren. Dan hebben we nog video. Als je in het begin alles meegekeken hebt, of de beginafleveringen gekeken hebt, heb je gezien dat ik vaak eigenlijk 1 shot heb. In het begin waren dat 3 camera's. Toen 2 camera's, eentje van mijn gast. En dat ik vaak geluid of lichtproblemen had. Dus ik zag er gewoon niet zo heel goed uit. De camera's die ik had waren redelijk goedkoop. En het was een heel statisch beeld. Nu heb ik ten eerste deze bad boy. Daarmee kan ik dingen zoals dit doen. Dus in de vorige 2 afleveringen heb je misschien ook gezien dat het beeld dus verandert. En dit kan ik live doen. Ik heb gewoon 3 knoppen, want ik heb dan nog een 3e camera met de gast erbij. En we kunnen gewoon wisselen. Dus dit is ook gewoon veel leuker om naar te kijken. Eentje voor mij, eentje voor de gast, eentje als overzicht. En bij die overzichtshots, of trouwens even welke camera ik gebruik, dat is deze. De C922 Pro HD Stream Webcam. Top ding, autofocus. Goed gedetailleerd beeld, 1080p, 30 fps. Kleuren zijn goed. Kan prima werken in lage lichtomgevingen. Ja, dat is een goed ding. En voor de overzichtshots heb je misschien ook gezien dat je dan veel tafel ziet, veel loze ruimte, omdat die camera's, die hebben gewoon niet zo'n brede hoeklens, dus die moeten gewoon heel ver van ons afzitten om 2 mensen te pakken te krijgen. En daarvoor heb ik dit ding nu. Dit is een clip-on lens. Hij is eigenlijk gemaakt voor telefooncamera's. En dan zul je zien dat 1 probleem oplevert, maar niks dat we niet kunnen oplossen. En die clip je er eigenlijk gewoon op, waardoor je een bredere hoek krijgt. Nou, hij moet eigenlijk iets beter erop, maar ik laat hem voor nu, anders ben ik een beetje veel aan het priegelen. En wat je dan dus ziet, is dat je hier nog wat zwarte hoeken hebt. Nou, als je hem helemaal goed hebt, dan zijn die zwarte hoeken een stuk minder. En die kan ik in principe zo wegwerken door eigenlijk het beeld groter te maken. Ik moet wel goed gaan kijken of ik dan niet eigenlijk het originele effect teniet doe. Het is wel goed te regelen. Dit is nog even experimenteren. Misschien moet ik een andere lens halen of iets dergelijks. Maar dit is in ieder geval een goede oplossing om dit apparatuur te blijven gebruiken. Die licht is, die makkelijk te vervoeren is, die niet extra werk levert, want feed direct
into de laptop samen met de microfoon als alles gesynchroniseerd. Dat is heel fijn. Dus ik moet even kijken of ik dit echt goed werken kan krijgen. Het regisseren is super fijn. Daarvoor moet ik ook gaan kijken of dat niet al te veel afleidt. Ik heb gemerkt dat de afgelopen twee afleveringen waarin ik dit voor het eerst deed, dat ik regelmatig naar de scherm moet kijken om te kijken waar ik ben. En ik wil niet dat dat gaat afleiden van het gesprek dat ik aan het voeren ben. Dat is belangrijk dus om te onthouden. Dan, normaal gebruik ik deze klem en deze arm voor de microfoons. Nou, die klem kun je aan de tafel vastmaken en die microfoon kun je dan, die arm kun je aan de microfoon vastmaken. En het fijne aan dit is dat je hem gewoon heel erg kan bewegen. Dit was redelijk nodig met het gebruik van de MXL's, want die zijn niet zo groot. Maar nu ik deze Procaster heb, kan ik gewoon terug naar deze tafelstand. Je ziet dat het een heel lange microfoon is. Dus zelfs als die gewoon hier staat, kan die dicht bij de gezicht van een gast komen, zodat die gewoon het geluid goed oppikt. En het fijne hieraan is, het levert mij gewoon tijd op. Ik ben minder afhankelijk van het soort tafel die er is. Want als dit bijvoorbeeld een heel dik blad is, of een schuin blad of iets dergelijks, dan is die moeilijker te bevestigen. En dit zet ik gewoon op tafel neer. En dan zijn we er. Heel veel van wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk zorgen dat ik kwaliteit kan behouden met tijd besparen. Ik besteed al tijd door vaak naar de gasten toe te gaan. Ik besteed tijd aan het editen, aan het uploaden en dergelijke. En wat ik wil gaan doen, is eigenlijk alles zoveel mogelijk uitbesteden. Waar het om gaat is dat ik de gesprekken voer, de gasten inplan, daar naartoe ga, met hun alles doe. En op den duur moet dat, al het andere eromheen moet gewoon uitbesteed worden. Want ik wil daar niet mijn tijd aan besteden, want dat is niet mijn expertise. Dus dan zijn we ook al een beetje al over toekomstmuziek aan het praten. Dat is waar ik nu naartoe wil werken. De eerstvolgende stap is kijken naar van die lavaliermicrofoons, van die speldmicrofoons. Ik moet gaan kijken of ik daar ook gewoon goed en goede kwaliteit mee kan leveren, zodat het gesprek fijn is om naar te luisteren. Maar als ik dat voor elkaar kan krijgen, kan ik ook veel lichter reizen. En dat is ook heel fijn. Ten tweede wil ik gaan kijken naar, op den duur, naar een studio. Een vaste plek waarin ik gasten kan ontvangen. Liefst ergens wat centraler in het land. Zal iets van Utrecht zijn of iets dergelijks. Kan ik het aankleden? Kan ik het mooi maken? En dan heb je ook een bepaalde vorm van continuïteit. Dat is één, dat is twee. Wat wil ik nog meer? Dus ik wil naar die lavaliermicrofoons. Ik wil gaan uitbesteden. Ik wil gaan kijken naar een eigen studio. En als dat allemaal geregeld is en dat voor elkaar gekregen is, kan ik misschien zelfs gaan kijken naar om de uren die ik besteed hieraan te gaan uitbetalen aan mezelf. Maar goed, dat is iets voor over 2 jaar misschien. En maakt ook voor mij niet zo heel veel uit, want ik doe dit grotendeels als hobby en voor mijn eigen plezier. Omdat ik graag met de gasten praat waarmee ik praat. En omdat ik het leuk vind om die dingen online te zetten. Desalniettemin ben ik al de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, die hieraan meegeholpen hebben, die mij hierin steunen, enorm dankbaar. Want dankzij jullie kan ik hier gewoon tijd in besteden. Kan ik gewoon hierin investeren. En kan ik verder groeien. Dus als jij me daarbij wil helpen en je bent nog geen donateur, ben je van harte welkom. Ik zou het heel erg op prijs stellen. Je kan me ook op allerlei andere manieren natuurlijk helpen. Je kan gewoon liken, je kan gewoon subscriben, je kan dingen delen. Je kan reviews achterlaten. Al die dingen helpen gewoon enorm. Dus dat is het voorlopig, denk ik. Ik heb audio behandeld, ik heb video behandeld. Ik heb gezegd waar ik naartoe wil. En voor de rest wil ik jullie gewoon bedanken voor het kijken en luisteren. En de steun. En wens ik jullie gewoon een heel fijne week toe. Ciao.